É pintar, é barco da Rio de. Tá aqui a minha mãe. Milho tá doendo de dentro. Você tá tomando, tá agora não, você tá tomando. Mas é pra mim, capitão, tá. Nessa, despeja bem loi, e loi vira cunchi. De Cunchi come tá basco. captando, mi tá entra lavoro. Ok, andiamo dai puntravo. Di come basco e pa pinta e barco a chi riba e catrola. Tu le parli come tra lavoro, Ok, che si può? Sto pintando una bosnia, una buona negozio che non ture barco, non cuba tra riba, già? Sì, tu. Ma qua ma sti pintando cuba tra riba, già? Ah, no, ultimi mangiare non so pa te. Adesso hai su nome dei bo. Sei sta qua. Klaus Oldendorf. Ah, tambe da un barco cuba tra riba, già? Ma tra hobby in borghese. E barche un'etapa per andare a becca. Sei? Sì. No, casi un mondo completo. Mondo completo. Che si va a Vero, navigare a no? differenti parti mondi ora. Sì. Ok. A me non passa niente triangolo Bermuda, sai? Sì, no? Curibe barco close. Klaus, non scappa una voce angua. Neptunus non c'è che non scappa, se non è una voce nera voce. Neptunus, dove è Neptunus? Chi è Neptunus? Neptunus è il re di La Man. Yeah. E dono di triangolo Bermuda. E la scapposa? A me sa, da te dono c'è, te dono. Sì. Seconda bisa. Botti in plan per pintare mas barco riba e catrolla anche? Come la vuoi pintare con brio? Con brio, tamme da di. Con brio sì è di Nilo Martina. Con brio sta di tanti di Nilo. Ok. Che sì, a che poco dia c'è un museo di barco nanco, navigare un doi boneiro lo tiene che nanco. Bravo. Saskia, we zijn hier bij Kantiawa Snack en ja, bon dia. U bent bezig met een heel belangrijke, laten we zeggen, boot van Bonaire aan het schilderen hier. Waarom eigenlijk? Waarom? Ik ben altijd geïnteresseerd in boten. Ik ben een zeiler. En ik drink hier graag een biertje bij Caston. En dan vraag ik altijd, hij is ook scheepskok. Ik ben ook altijd scheepskok geweest. Dus we hebben een dingetje in common. En we hebben het altijd over boten. En dus vertelde hij over dit schip. En dat dat de ferryboot was tussen Bonaire, Curaçao, Aruba, Venezuela zelfs. En toen zei ik, vind je het leuk als ik die ga schilderen? Want ik schilder en ik ben met een boek bezig. En daar gaat het ook in komen. Want het boek gaat heten Wind, Water and Waves on Bonaire. En het gaat met sport te beginnen. Windsurfen, kitesurfen, sunfishsailing. Drie groepen. En dan beginnen we met de jeugd van Bonaire, die er goed in is, maar ook gewoon alle jeugd die daarmee bezig is. Dus dat wordt een grote, leuke foto's. En daarbij ga ik dan naar het gebied en probeer ik op een speelse manier een beetje awareness te geven over de natuur. Wat doet de turtle conversation? Wat doet het koraalbeheer? Waarom moet je niet over het zeegras lopen? Welke vissersman zie je daar? Nou, en in dit hoofdstuk komt natuurlijk Gaston erbij. Mensen die een beetje historie, maar vooral ook wel een mening hebben. En waar het leuk mee is om te praten. Het gaat een heel happy, leuk boek worden. Want ik wil juist alle dingen die Bonaire heeft benadrukken. En dat we dat daar heel erg zuinig en mooi mee moeten omgaan. Maar ik denk, Gaston zelf kan gewoon helemaal een complete boek over Gaston kunnen schrijven, denk ik. Ja, dat is zeker waar. Maar echt, het is zo leuk, want ik schilder dus 's morgens vroeg, want dan is het nog niet zo warm. En dan komt hij er altijd even bij. En dan gaat hij weer over zijn oom en Ismail en gewoon alle mensen die hier. En stiekem schrijf ik het allemaal in mijn hoofd op. En er komen wel fragmenten van deze gesprekken in het boek. Want dat vind ik superleuk. Gaston weer meer van die bootjes waarop hij heeft Ja, gevaart. Zijn er plannen daarvoor? want er hangt nog een foto. Dus ik zei, kijk, die is ook leeg. Zal ik daar de andere schip op doen? Ja, graag. Dus er komt vervolg. Er komt nog een schip. Voor degenen die het niet weten, wat betekent Kantiawa Snack voor jou? Voor mij betekent het een hele speciale plek. Niet te veel promoten, want anders wordt het misschien te druk. Maar het is een plek waar heel veel boters een drankje komen drinken. Maar ook gewoon lokale mensen die. Ja, iedereen. Maar het is wel een beetje gemêleerd. Dus dat maakt het wel een beetje speciaal. Ja. Dank u wel. Goed zo. Masha, dank je.